uitgangspunt van deze tentoonstelling was om voor Antwerpen toch een zeer belangrijke gebeurtenis na 60 jaar terug in herinnering te brengen. Aan de hand van een aantal authentieke documenten, heel wat plannen en foto's en zelfs filmmateriaal. Er werd getracht om een overzicht te geven van de wereldtentoonstelling zelf, van de architectuur uit die periode en ook de evolutie als woonwijk. Ook de sociale woningbouw, de kerkelijke kunst en ook de restauratie van het Kleisorgel verdienen een belangrijke plaats. Thank you.
Reeds voor de Eerste Wereldoorlog waren er reeds plannen om in 1920 een wereldtentoonstelling te organiseren in Antwerpen. Door de Eerste Wereldoorlog dwarsboomde deze plannen. Het was echter burgemeester Frans van Kouwelaert die in 1923 een aantal vooraanstaande bij zich riep en zijn plan uiteenzette om opnieuw een wereldtentoonstelling te organiseren. Dit idee werd op heel wat enthousiasme onthaald. Ook vanuit het bedrijfsleven kwam er heel wat respons. Het was de bedoeling van de deelnemende landen dat ze een beeld zouden ophangen van hun socio-culturele, hun handels, hun economische ontwikkeling. Het accent lag vooral op de bevordering van de internationale en culturele betrekkingen. Blikvangers hierbij waren het paviljoen van de toenmalige Elektro, Oeve, Belgisch Congo, de reusachtige maquette van de Antwerpse haven met de toen al geplande havenuitbreidingen en vooral het Brits paviljoen. De wereldtentoonstelling kende een enorm succes. Een andere, zeker even belangrijke reden om deze tentoonstelling vandaag aan u voor te stellen, is het architecturaal aspect. Architect Jos Molderen, ontwerper van deze kerk, kreeg ook de leiding van de algemene inplanting van de paviljoenen van de tentoonstelling. Hij ontwierp een aanlegplan in zuivere Beaux-Arts-stijl met stervormige pleinen, majestueuze lanen, reusachtige paviljoenen in decoratief stijl. Mijn levendigste herinnering aan die tijd, die gaan, je hebt het ook gezegd, maar ik zal het op een andere wijze zeggen, naar een koloniaal paviljoen. Een majestueus tarte à la crème gebouw dat het echt symbool was van het toen nog triomfalistisch kolonialisme. Met al de goede kanten die het ook had en die wij zien het nu met een Afrika zo troostend en zo zeer moedig. Ook het zeer mooie Brits paviljoen. Daar waar de jeugdherberg was gevestigd, bijna op een eiland zoals het voor de Britten nodig was. En dat opgemaakt was in een zeer sobere palladiumstijl en dat zeer mooi was. Dan de prestigieuze tentoonstelling van het Vlaamse kunst dat hier in de kerk plaatsvond. Maar ook de Pertart, al België genaamd, waarin in een gezellige namaak oude kroeg met namelijk een Mertens bier kon drinken die de naam droeg Oud Kruideke en die afkomstig was van de zeer lang verdwenen familiale bron. Alhoewel het thema van deze tentoonstelling kolonie, handel en scheepvaart was, neverheid was aan Luik voorbehouden, hetgeen aandoen dat de wapenijzerpolitiek niet van vandaag is. Alhoewel het thema vooral op handel en kolonie was gericht, waren er toch een paar mooie voorbeelden van de Antwerpse nederheid. Namelijk het paviljoen Martugen, waar men chocolade zag maken. En vooral in mijn herinnering, de prestigieuze mooie Minerva's. Die daar bijna voor de plaats werden tentoonstelling en die zo mooi waren dat ze de volgende jaren herhaaldelijk in Amerikaanse filmen werden gebruikt als symbolen van de superluxe. Namelijk in een film, ik herinner me, met Maurice Chevalier, kun je Minerva zien.
secretaris-generaal, vertegenwoordiger van de bisschop van Antwerpen, de heer beheerder van de generale bank Zinger Metropool en de heer vertegenwoordiger van de generale bank. Ik begroet speciaal de hoogwaardigheid van de kerkelijke, van de burgerlijke, van de militaire overheid. Mevrouw, mijn heer. Het verval van een warme onkunstpapier, van welke aard ook, is een taak die cultureel zo belangrijk is, dat zij mede de toekomst bepaalt van de komende generaties. Ze is immers een uiting van eerbied, dankbaarheid en verbondenheid met de generaties die ons voorafgingen. Ze is noodzakelijk voor een evenwichtige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid. Daarom is het voor mij een grote eer u allen hier aanwezig. Welkom te heten. Welkom te heten op de rijksbeeld van ons monumentaal kluiswater, dat door deze restauratie voor de toekomst wel een zeer belangrijk wapen zal blijven te zijn. Niet alleen omdat het op een na het grootste van het land is, maar bovenal omdat het volgens een totaal nieuw concept als eerste in 1930 voor de wereldtentoonstelling van Antwerpen gebouwd werd en toen met universeel succes ontvangen.
draait en breekt. Ik hoef het niet te herhalen welk ontzaglijk belang deze restauratie van het lijst van ons al hebben voor de gestolen vorm. Maar ook voor de hele Antwerpse gemeenschap, onder meer in het kader van Antwerpen culturele hoofdstad van Europa 1993. Want op deze wijze ontstaat de mogelijkheid om in de toekomst een hoogstaande en eigenlijk unieke bijdrage te leveren tot muzikale manifestaties van de stad. Bijzonder nu de oorlogskunst, waar Plumbo een vernieuwde groeiende belangstelling.